Weet je, laten we nou die 15 even volgen maken. Het was ooit een impulsieve actie van twee vervente dordliefhebbers. Maar inmiddels spreidt al 12,5 jaar een glossy magazine op vele leestafels. Lifestyle Dordrecht. En vandaag praat ik met een van de initiatiefnemers, Hein Donkervoort, over hoe het is begonnen, maar ook over een twijfelachtige toekomst. Henk, ik heb op veel locaties interviews gehouden, maar dit is wel een van de meest opvallende. Waarom staan wij hier aan een drukke weg? Ja, dat zal ik je vertellen. Ik ben een eilandbewoner. Ik ben van het eiland. En het gaat in Dordrecht, in de kranten, met de politiek, met investeringen, met subsidies, heel vaak over het centrum. Eigenlijk altijd over het centrum. Dat zijn wij vaak. Dit is het gedeelte waarvan je zegt, dit hoort ook bij ons eiland. En hier zijn industrieën. Hier hebben we het fantastische Drechtwerk gehad. Hier gebeurt het. Hier hebben we het congrescentrum van Nederland en zo. Dus dit is een stukje gebied dat hoort ook bij Henk Donkervoort. En dat hoort zeker bij het eiland van Dordrecht. Oké, nou dat is een statement die je even wil maken. Absoluut. Oké. Henk, 12,5 jaar Lifestyle Dordrecht. Ja. Hoe trots ben jij op een cijfer van 1 tot 10? 1 is, nou ja, een beetje trots, maar 10 is echt keihard trots. Welk cijfer geef je het dan? Daar begin je weer. Ik probeer zoveel mogelijk na te denken over dingen. En wat is trots? Trots is, dat kun je op een bepaald moment aan het einde bepalen of je ergens trots op bent. 12,5 jaar Lifestyle Dordrecht heeft ook betekend van tijd tot tijd tranen. Het is niet alleen maar lol en plezier. Maar goed, als we nu zouden stoppen na die 12,5 jaar, dan zou ik het cijfer, weet je, dus dit was de laatste, dit is de laatste. Ja? Dan zou ik zeggen, nou, cijfer 8. Een cijfer 8. Dus je bent toch wel trots? Ja, je mag blij zijn, ja? met de ik ben een reclameman, ik ben een marketeer. Ja? Ik ben heel erg blij en zeer tevreden over de strategische positie die dit blad inneemt. Okay. Ik ben niet tevreden, en dat zeggen we gekscherend ook wel eens, altijd wel en ik, van we zijn in wezen ooit in de Vlaag van Verstandsverbijstering begonnen. En we hadden veel dingen doordacht en we wilden optimale kwaliteit leveren. Gebaseerd op passie en liefde voor dit eiland. Ja, want dat eerste jaar hebben wij niet nagedacht over de exploitatie. Nee, want laten we nog eens teruggaan naar dat begin. Want twee eigenwijze Dordtenaren, die gaan dan een blad oprichten. Er werd in het begin door heel veel mensen gezegd van, joh, moet je niet doen, gaat niet lukken. Toen jullie 10 jaar bestonden, toen zei jij van, nou, al die azijnpissers, die hebben allemaal ongelijk gekregen. Nee. Heb je datzelfde gevoel nu weer na 12,5 jaar? Nee, want daarvoor zijn we wel van het eiland. Er zijn heel veel mensen die houden ook van het eiland. En die zijn gaan ontdekken dat wij het niet doen voor het geld, maar voor liefde en passie voor het eiland. En die hebben tussendoor wel eens gezegd, op een receptie, op de nieuwjaarsrecepties gebeurde dat vaak, een stukje emotie van, joh, wij hebben ooit gezegd in ons clubje, in ons herenclubje, in ons serviceclubje of zo, dat gaan die jongens niet redden. Maar echt complimenten. En het ziet er ook iedere keer fantastisch uit. Ja. Dus die beloning, die erkenning, die hebben we al wel gehad. Ja, wat willen jullie laten zien met Lifestyle Dordrecht? Ja, het verhaal weer. Wij zijn allebei eilandbewoners, zoals we dat zelf dan ook noemen. Dat betekent, wij zijn niets anders dan een andere Dordtenaar. Wij hebben ook iets te zeuren. Alleen werd het ons op een bepaald moment wel eens moeilijk. Vooral Ad was toen, die kwam net weer terug van een cruise. Ja. En die zei, die hadden duidelijk over, ik was zo blij toen ik weer de grote, of de, hoe heet het, Dordtse Dom zag. Ja. Die Ad is van fanatieker nog over Dordtse dan ik. Ad vindt, die zou een actiegroep kunnen beginnen dat het netnummer van Papendrecht wordt veranderd. Dat er geen 078 mag zijn, bij wijze van spreken. Weet je, die gaat er een fors vignetje. En ik nuanceer die dingen af en toe, althans probeer ik dat. Ja. Hij gaat dan... Hij gaat er iets meer als marketeren. Ja, want ik vroeg jou, hè, wat wil je laten zien? Maar het komt steeds terug op marketing, op liefde, passie. Dat moet ik doen, ja. Maar wat ik... laat ik het zo zeggen. Jij uit via Facebook of Twitter heb ik gelezen wel eens kritiek over Dordrecht. Maar die kritiek, hè, of ja, noem het betrokkenheid...
Die kritiek, laat ik het daarop houden. Die kritiek vind ik niet zo snel terug in jullie blad. Jullie zijn niet echt opinierend. Nee. Dus ik probeer net misschien niet zo lang antwoord. Het gaat om het mooie van Dordrecht. De payoff die wij gebruiken, ook intern in de discussie. We zetten mooi Dordrecht in de etalage. En mooi Dordrecht, bang, consequente lijn. Niet zeuren, niet doen. Mooi Dordrecht. Maar al die rotplekjes die we in Dordrecht dan hebben. Niet daarin. Daar hebben we het als Dordtenaren over. Daar heeft Kees Ties een fantastische column het af en toe over. Weet je. Daar ben ik een fan van. Ja? Kees die moet dat soort dingen doen in het dagblad, dat hoort. En wij moeten dat gevoel geven. Dit blad moet de komende periode meegaan naar het buitenland toe. Een klossie magazine. De mensen moeten zeggen van, hier kijk eens, dit zijn wij Dordtenaren. Weet je? Ja. We hebben ons als stad de laatste jaren op de kaart gezet. De Dordtenaar in deze zin wordt een stukje trotser. Laten we daarvan uitgaan, de regulatie van Dordrecht absoluut een bijdrage aan geleverd aan het gevoel van trots. Wil je lopen rechtdoor, Henk? We lopen rechtdoor. Ik ken de weg hier niet zo goed. Heb je het al, hè? Je bent eilandbewoner, maar hier ken ik de weg eigenlijk niet zo goed. Nee, dat is het verhaal, joh. Zo mooi. Kijk, hier ook gras en natuur. Oké, maar terug. In ieder geval, echte kritiek, dat vind je niet in de Klossie magazine. Nee. Het is allemaal zeg maar, de mooie kant van Dordrecht. Absoluut, de betere kant van Dordrecht. En ik zeg ook in alle eerlijkheid, het is voor een speciale doelgroep. Ja, want dit blad is niet voor het hele eiland. Nee, want laten we wel eerlijk zijn. Mag ik het simpel zeggen, het is wel een beetje een rechtse bolle imago. Het is wij noemen dat voor de betere welstandsklasse van Dordrecht. En dan komt hij weer, in de marketing heeft dat wat groepen. Voor de betere welstandsklasse van Dordrecht. Ja, dat is absoluut waar. Dus niet de bijstandstrekkers. Nee, daar is hij niet die voor. Die kunnen zich hier aan vergapen en smullen, maar dat ligt buiten hun bereik. Lager in de boom, laten we zo zeggen. Er staat een prachtig mooie grote auto in. En er zijn sommigen van, nou ik heb hem al of ik zou hem wel willen hebben of ik zou hem kunnen kopen. Ja. Maar een ander kan zeggen van... Ik kan het niet betalen, maar ik zit hier zo van te genieten. Dit blad moet mensen blij maken, weet je wel. Je moet er gewoon blij van worden als je dat leest. En daarvoor, je hoeft niet alles te kunnen kopen of binnen bereik te hebben. Dat heb je nu wel eens in vakantietijd. Je kan wel eens iets lezen over een mooie cruise of zo, maar jij gaat misschien helemaal niet cruisen. Nee, weet je, dat zijn dingen. Maar word ergens blij van. Dit blad moet mensen blij maken die in ieder geval, niet met een pakje brood onder hun bagage dragen naar de zaak fietsen. Oké. Is er nou ook erkenning, Henk, vanuit de gemeente of Dordrecht Marketing voor jullie blad? Met andere woorden, slaan jullie de handen in één, worden de krachten gebundeld? Op pogingen die wij gedaan hebben, natuurlijk voelen we die erkenning. Er wordt door Dordrecht Marketing geparticipeerd met een aantal pagina's die zij betalen. Ja. Daar proberen we ook sturing in te geven. We proberen van tevoren dingen aan te geven wat voor thema's we eventueel hebben. We werken de laatste jaren met wat thema's. En er is een samenwerking. Als je nou zegt, heb je het gevoel dat het blad in Dordrecht echt door een partij of door iets of iemand geadopteerd is? Ja. Nee? Er is niemand naar me toegekomen om te zeggen, joh... Wat vind jij daarvan? Ja, het tekent misschien... Je hebt net die opmerking gemaakt. Wij staan nu even te praten. Je zal onderkennelijk een heel aardige manier ben en zo, weet je wel. En je had het net over die twee eigenwijze gastjes die ook wel iets vinden. Zoals... Het zou kunnen zijn dat Alt en ik op sommige fronten een verkeerd imago hebben. Of dat we niet toegankelijk zouden zijn. En wij zijn zeer toegankelijk. En we zijn hartstikke aardig. En we willen met iedereen praten. En als er iemand zou komen die zegt, vooral nu niet meer, maar een jaar of zes geleden. Nou, dan zaten we heus wel eens van, gaan we nog wel een jaar door. En als er nou op zo'n moment is iemand gekomen was, die zei, jongens, ik adopteer dat wat. Waar ligt je pijnpuntje? Waar ligt je toestand? Daar gaan we even met z'n allen tegenaan. Nou, dan had dat wel, op dat moment uitermate handig of aardig geweest voor ons. Maar ik proef toch in jouw verhaal dat je zegt van, nou, dat stukje erkenning vanuit die gemeente of vanaf Dordrecht Marketing, dat zou er eigenlijk nog wel wat meer mogen zijn. Nou, nee, we hebben een uitwisseling. Sommige dingen zijn heel nieuw. We zijn er wezen praten, we zijn in onze website begonnen, luisterdordrecht.nl. We zijn nu 24/7 overal te volgen. Dat houdt onze Esther zo actueel mogelijk. Daar zijn we over gaan praten. Dan heb je een andere manier van foto gebruikt. Dus een ander communicatiemiddel. Mm-hmm. Daar hebben wij met Dordrecht Marketing uitstekende afspraken over met Danny. Dat we gebruik mogen maken van foto's. Ja. Natuurlijk, dingen moeten lopen en dingen moeten werken. Als we daar binnenkomen, wordt de deur niet voor ons dichtgeslagen. Nee. En zij hebben ook belangen, uiteraard, in andere media, andere toestanden. Zij kunnen, zoals ik het noemde, het adopteren.
Ja, dat kunnen zij natuurlijk niet. Nee. Ze hebben met andere zaken te maken. Nou zag ik ook een rustige locatie om hier te lopen trouwens. Heb je goed uitgekozen. Dit is economie, dit is dynamiek. En dat vind jij geweldig, hè? Geweldig. Economie, dynamiek, het zit echt in Henk Donkervoort. Ja. Ja, want ik pak hem even door. Want ik zei tegen vrienden en zo van, ja, ik ga Henk Donkervoort interviewen van Lifestyle Dordrecht. Dan zei ze, oh ja, maar wat doet die man eigenlijk dan nog meer? Ja. Hij is toch niet alleen van Lifestyle Dordrecht? Wie is Henk Donkervoort? Ja, dat is wel een identiteitscrisis geweest. Want 2 jaar geleden was het FC Dordrecht, Lifestyle Dordrecht en hij deed iets in de communicatie. Ja? Mijn prioriteit, dus mijn core business, is Donkervoort communicatie. En Donkervoort Communicatie is een goedlopend reclamebureau. Dat bestaat vanaf 1994. Het is na te googlen. Goed, dat bestaat vanaf 1994 en dat is de basis geweest. Dus Lijssel Dordrecht heeft daar qua vormgeving en zo, heeft dat natuurlijk ook onder gehangen. En dan 2 is nu Lifestyle Dordrecht. Daarnaast ben ik lid van Dordrecht Lines Host. Daar doe ik dingen in. Ik ben sinds kort bestuurslid van de High Five Foundation, want we hebben het over die luxe dingen, maar de onderkant van de samenleving zijn zaken waar ik mijn ogen niet voor sluit en ook enorm bij betrokken ben. Laat dat even helder zijn. Dus dat zijn die dingen. En FC Dordrecht, dat wordt ook nog vaak genoemd, daar ben ik eerder lid van, daar ben ik trots op, daar ben ik 23 jaar bezig geweest. Maar de laatste 3 jaren ben ik eerder lid, ik ga naar de wedstrijden toe, ik drink mijn wijntje, ik eet er lekker mee met wat mensen en kijk het voetballen. Daar moeten ze mij geen gratis kaart meer voor vragen, dat is afgelopen. Nee. Donk heb mijn communicatiebureau en Lifestyle Dordrecht. Nou zei Ad ooit van, als je wil weten hoe ons blad gewaardeerd wordt, Lifestyle Dordrecht, dan moet je ermee stoppen. Ja. Dus kun jij een moment bedenken, Henk, dat je ermee stopt? Ja. Wat zou dat moment kunnen zijn? Nou, ik ga even kijken. Ik ken ongeveer het uitzendmoment. Ik ga een onthulling doen. Vertel. Ik ga vanmiddag van de week bekendmaken aan het team dat wij nog 2,5 jaar doorgaan. Dus we gaan in ieder geval tot het 15e jaar gaan we door. En dan? Als er niks onvoorkomens gebeurt. Op dat moment gaan we weer kijken hoe zit die situatie, de positie. Heisman en ik hebben dat ieder jaar wel even gedaan. Daar hebben we nog gevoel bij en toestanden. Dat is overigens onafhankelijkheid. Ik ben niet onafhankelijk in financieel opzicht, maar onafhankelijk zijn is ook een gevoel. Ik kan er iets stoppen wat inderdaad door een aantal partijen gewaardeerd wordt. En nu we de website gestart zijn, lifestyleburg.nl, ik voel die vloer. Dus er gebeurt iets in het team op dit moment. En mind you, er zijn 22 mensen aan het werk en die krijgen allemaal geen vorstelijke honoreringen. Ze worden gehonoreerd. Er zit zo'n positieve vibe in dat ik zeg, daar met Ad besproken van, weet je, laten we nou die 15 even volgen maken. Maar zeg je nou van 15 en dan stoppen we ermee? Nee hoor, we hebben nu een commitment voor nog eens 2,5 jaar gaan we van de week afgeven. En dat is al bijzonder, dat deden we normaal per jaar. Ja, maar ja, normaal gesproken zou je dat helemaal niet zo zeggen. Een goed lopend blad, denk je, jongens, over 10 jaar zijn we er nog. En nu maak je toch een voorbehoud. Ja, ik ga je zeggen, 2,5 jaar. En die 15 jaar, dan gaan we de zaak opnieuw bekijken. Dat is wel een sterk voorbehoud. Ja, dat klopt. Er zijn momenten. En die, kijk, altijd is natuurlijk lange tijd toch een beetje op de reservebank gezeten. In verband met FC Dordrecht. Ja, overigens, we hebben intensief contact tussendoor steeds gehad. Ik hield hem bij qua informatie. Maar kijk, dit is ook het moment. Het is nu zomer. En een van de dingen die ik me had voorgenomen, dat ik beter wilde leren gaan golven. En iets vaker op een goal dan zijn om beter te worden. Ik ga je nu al vertellen, dat gaat hem deze zomer weer niet worden. Nee. En over 2,5 jaar zeg ik misschien wel, dan heb ik nu 9 zomers gehad dat het me niet gelukt is. Ik het nu eens gaan doen. En wat er dan gaat gebeuren, dan zijn er misschien jongere mensen om ons heen. Ik proef een beetje hetzelfde verhaal als Bart Heisman. Als voorzitter gestopt, het werd hem allemaal te veel, te lang, te druk. En te weinig ruimte voor andere activiteiten. Ik proef hetzelfde een beetje bij jou. Ja, heb ik nog te veel energie van. Ik krijg hier zoveel energie van en daar komt hij wel weer. Ik krijg er energie van. Ik heb een commerciële missie om hem, zoals het zo vrij is, in de zwarte cijfers te krijgen. Want dat staat hij nog steeds niet. Ja. Maar goed, dat het laatste jaar geven we daar iets meer gas op. Dat zijn dingen die moeten nog tot uitvoer gebracht worden. Maar het belangrijkste is, het is zo positief wat er nu allemaal gebeurt. Alleen, jij vroeg naar het moment van stoppen. Kun je je dat eens bij voorstellen?
Ik ben niet het type van iets duurt eindeloos, weet je, daar ben ik niet van. Nee. Ik heb kennis en kunde over die communicatie, dus het gaat ook over de positie van het internet. Wij hebben dit laten onderzoeken, dit soort magazines, ja. Overigens, wij trekken intern vaak een parallel met de Linda. Het is wel heel anders, maar dit heeft nog een jaar of 5, 6 okay. Makkelijk te gaan. Maar het internet, ja. Dat willen we belangrijk maken. Oké, Henk, laatste vraag en dan graag een kort antwoord. Hoe ga je 12,5 jaar Lifestyle Dordrecht vieren? Heel bescheiden. Intern zitten wij woensdagavond in een van de mooie Dordtse restaurants in het centrum van Dordrecht. Een plannetje wat ik voor alle... Is dat toevallig bij drugsvervaarse rivierenknopers van Europa? Ja, de zouten. Dat is heel zwaar in de buurt. Ja. Dus daar gaan we lekker wat... met de harde kern gaan we daar wat eten. Ja. Voor alle lezers, en dat is het belangrijkste, hebben we hier die fantastische jubileumaanbiedingen in staan. Waarin drie keer 1 minuut gratis winkelen. Of de overnachtingen die het postiljon heeft door het land heen. Want die hebben 6 hotels of zo, heeft uitgereikt. Dat zijn toch wel de toppers ervan. Maar ook van de lokale toestanden leuke dingen. 18 of 19 augustus gaan we met 150 man een Lifestyle Dordrecht-avond hebben in de movies en zo. Nou, dat zit niet leuk allemaal. Dus dat zijn die vier momenten. Horen wij als RTV Dordrecht ook niet een column te hebben in dit blad? Het is niet zo dat Donkerwoord en of Heijsman alles bepalen. We hebben fantastische redacteuren. Dieter Peters is een uitstekend coördinator. Het is even een brainwave van mij, hoor. Nou, we zouden dat eens... Ik zal het van de week eens even bij Dieter neerleggen, hoe dat gaat... Oké. Henk, dankjewel voor dit gesprek. Dankjewel, Ad. En Lifestyle Dordrecht, nou, dat ook nog maar enkele jaren mag blijven bestaan. Daar gaan we vanuit. Oké, dankjewel. En tot zover deze aflevering van In Gesprek Met. Volgende week zijn we er niet... Want we gaan met vakantie. We zijn er weer half augustus. Dan hoop ik u weer te zien. En mocht u met vakantie gaan, dan wens ik u een goede reis.